Dankjewel. Dankjewel. Ben ik verstaanbaar? Nee? Ben ik nu wel verstaanbaar? Check. Oké. Okay. Check. Oké, ik heb nog nooit met zo'n ding gewerkt. Ga ik nu proberen. En het werkt. Ik ben Taker Heinga, eigenaar van Level Level. En Level Level bouwt nu 7,5 jaar eigenlijk alleen maar WordPress projecten. En we doen het voor onder andere ABN AMRO, DDMA, NewScientist.nl. We zijn nog een paar hele leuke projecten bezig waar ik nu nog niks over roep. En een van die klanten was ook NewsPNL. NewsPNL heeft ons in 2014 benaderd in een soort pitch direct tegen een paar andere partijen om de nieuwswebsite die zij hadden op dat moment om te bouwen. NewsPNL draait al een tijdje, dat gaat al een tijdje mee, vanaf 2002. Kijken. Dit was hem toen. Er gebeurt nog niet zo heel erg veel. De payoff is ook nog steeds doorlopend het laatste ANP-nieuws. Dus dat geeft al een beetje aan wat de truc was. Er zat gewoon een ANP-feed achter en alles werd één op één doorgepubliceerd. Ja, en de jaren daarna is dat wel veranderd. Dit is een screenshot uit 2007. Hier zie je al dat er meer categorieën zijn. En er is ook al iets wat lokaal nieuws toont. Hierboven zie je een tapje. Dus er is al een soort shift gaande van vier categorietjes met alleen maar doorpubliceren naar iets meer redactioneel van aard. In 2008, als ik het goed heb, 2009, is ook de mogelijkheid geïntroduceerd om een soort site in beheer te nemen, zeg maar. Dus als franchise-nemer nieuws te gaan publiceren over de gemeente waar jij woont of werkt of waar je heel veel van weet. En dit was in 2014 de staat waarin wij de site aantroffen. Er waren toen een stuk of 20 franchise-nemers die allemaal een eigen siteje konden beheren. Je krijgt dus eigenlijk gewoon een kant-en-klare website die je kan gaan gebruiken. En wij kregen de vraag, het was al een keertje overgegaan van eigenaar, het was ook al een keertje, of misschien wel een paar keer overgegaan van CMS. Wij kregen de vraag om dit om te zetten naar een WordPress-website. Dat is eigenlijk wat ik nu een klein beetje de highlights van wil vertellen. Laten zien waar een wat groter dan gemiddeld project, zeg maar, waar we dan mee te maken krijgen. Waar begonnen we aan? Er werd in de introductie al een beetje aangegeven. 8 miljoen pageviews, dat is wel serieus bezoek, zeg maar. Er zijn best wel wat mensen. Dus een logische stap was eigenlijk van oké, hoe gaan we om met ook al die gemeentesites. Die gemeentesites waren al als een soort subdomein gerealiseerd. Dus je hebt rotterdam.nieuws.nl, enschede.nieuws.nl. Ik weet niet of iemand hier zelf eentje beheert, heel toevallig. Is er een franchise-nemer in de zaal? Of een... Kijkt iemand überhaupt wel eens op nieuws.nl? Kent iemand de site? Oké, ja, twee, daar zie ik. Dat is wel interessant. Toch twee op een hele zaal. Ja, de grap is eigenlijk, toen wij gevraagd werden voor het project, hadden we ook zoiets van, dit is niet een van de sites waar we zelf in een rondje nieuws vergaren op maandagochtend langskwamen. Maar nou ja, goed, hè, met hoe meer je erover leert, hoe cooler zo'n project eigenlijk blijkt, gewoon door omvang en uitdaging. Een van die uitdagingen was dus die multisite. Op dat moment waren er 408 gemeentes in Nederland. Iedereen had zijn eigen, of elke gemeente had zijn eigen website. Nou ja, dat kan je vanavond thuis opzoeken. Maar goed, die moesten wij gaan omzetten naar WordPress. Een ander ding is dat niet alles wordt redactioneel bepaald. Er is een hoofdredactie die werkt aan nieuws.nl, gewoon het hoofddomein. Er zijn franchise-nemers in het spel die nieuws maken en doorplaatsen, zeg maar, op hun site die ze mogen beheren. Maar dan zijn er nog steeds een stuk of 350 websites die ja, wel nieuws willen tonen, maar eigenlijk niks hebben om te laten zien. Dus we moesten nadenken over hoe gaan we nieuws aggregeren? Hoe halen we nieuws van andere bronnen? Hoe halen we dat naar binnen en publiceren we dat door? En dan heb je te maken met copyright en allemaal andere regeltjes. Verdienmodellen. Ik bedoel, nieuws.nl, dat is een super commerciële onderneming. Er moet gewoon geld verdiend worden. Dat geldt voor de hoofdsite, maar dat geldt dus ook voor die franchise-nemers. Want anders is er eigenlijk geen lol aan de hele dag of je hele avond je vrije tijd aan zo'n website te werken.
datamigratie, dat was een ding waar, dat was echt wel best wel een flinke kluif. Het was al een paar keer overgegaan, je hebt historie vanaf 2002. Moet je dat allemaal meenemen? Is dat relevant? Dat soort vragen. En moest blijven werken, dus we hadden gewoon een hostingvraagstuk. De website, toen wij hem eigenlijk overgedragen kregen, die ging toch regelmatig, had die downtime, er was er iets aan de hand. Onduidelijk waar dat zat, zit het in hoeveelheid bezoek, zat het in een piek? Of was er gewoon iets niet in orde, zeg maar, met de opstelling? En het belangrijkste misschien voor ons nog, was die deadline. We waren al een hele tijd aan het praten, maar vanaf het moment dat we aan het werk gingen en dat we het project moesten opleveren, hadden we nog 3,5-3 maand doorlooptijd ongeveer. En die deadline was best wel hard. Het contract was gewoon opgezegd. 1 januari ging gewoon de stekker eruit. En als wij niet op tijd waren, dan pleurde de band in elkaar en dan was er gewoon geen nieuwsite. Dus die hadden we en die moesten we toch ook wel serieus nemen. Om met die 400 websites te beginnen, dat was echt een ding, zeg maar. Maar gelukkig zit er multisite optie in WordPress. En ik weet niet, zijn jullie bekend met multisite? Iedereen gebruikt hem? Ja. Niet iedereen zal hem gebruiken, maar dat hij erin zit, zeg maar, dat is voor veel mensen wel bekend. Het is ook super makkelijk eigenlijk te realiseren. Het is met 1 regeltje code. Define WP allow multisite is true in je WP config. En hiermee start je eigenlijk je stappenplan om je multisite de lucht in te krijgen. Er ontstaat nog een nieuwe pagina onder het tabblokje extra. Maar eigenlijk in dezelfde flow van een gewone WordPress site starten met ietsje meer complexiteit. Er zitten echt wel meer haken en ogen aan. Word je in staat gesteld om je eigen netwerk van websites in het leven te roepen. Ik ga er niet nu heel erg diep op in. Er zijn genoeg praatjes die puur over multisite gaan. Dan heb je ook een half uur of een uur vol gepraat. Wij hebben er een artikel over geschreven waarom wij fan zijn van multisite. En wat voor coole dingen we mee kunnen doen. Ik heb even een kort linkje van gemaakt. Level.ly multisite is ja. Min ja. Ik deel de slides ook later. En Ramon Finke, ik weet niet of het in de zaal zit, daar, die had laatst een artikel en dit heet Stop met multisite. En daar ontstond een hele leuke discussie op LinkedIn, want ik zag dat bericht en ik vond het ietsje kort door de bocht. Dus die link heb ik level.ly multisite moi genoemd. Dat is gewoon om even na te lezen. Er zit wel wat in. Ik bedoel, de punten die Ramon in zijn artikel aangeeft, dat zijn echt wel valide punten. Als je niet weet waar je aan begint, het is echt wel een complexere website, complexere opzet. Dus lees ze allebei even door, dan heb je de voor's en de tegens. En dan is het aan jou om te bepalen of je er vanavond aan gaat klussen. Die 408 websites moesten gegenereerd worden. En dat bleek eigenlijk heel makkelijk. Een CSV-bestand met alle gemeentenamen. En een commando samen met in WP CLI gemaakt. En daarmee hadden we eigenlijk dat hele netwerk als een soort lege huls klaarstaan. Een uitdaging waar we mee te maken kregen waren die drie type websites. Je hebt die hoofdsite, je hebt franchise-nemers en je hebt geaggregeerde websites. Dat was nogal een hele leuke uitdaging. Want je moet met hele andere belangen spelen en werken. De hoofdwebsite is volledig redactioneel bepaald. Er komt nieuws binnen van ANP, er komt nieuws van andere bronnen binnen. Maar er zit gewoon een redactie die dagelijks naar de content kijkt, artikelen redigeert, een telefoontje achteraan doet. En zorgt dat het nieuwswaarde heeft. De hele voorpagina van nieuws is gewoon helemaal redactioneel opgebouwd. Er zijn verschillende verschijningsvormen van artikelen. Maar ja, in essentie is het eigenlijk een heel simpel blogwebsite. Het is gewoon pushen van een hele hoop artikelen. En dat hebben we voor de redactie makkelijker proberen te maken door ACF, Advanced Custom Fields, in te zetten. En hier kunnen zij gewoon met het plusje minnetje kunnen ze artikelen toevoegen, verwijderen. Je kan hem ook vastpakken en naar beneden slepen om de volgorde te veranderen. En we hebben een aantal verschijningsvormen, die zie je hier, waarin artikelen getoond kunnen worden. Dus een groter beeld, als beeld prominent is en misschien niet zo heel veel te vertellen is, maar een hele mooie actiefoto. Dan kunnen ze dat eigenlijk op die homepagina al uitlichten. Een andere type website is dus die van de franchise-nemer. We werkten eigenlijk voor 21 opdrachtgevers. We hadden nieuws.nl als opdrachtgever, maar er waren nog 20 mensen die hun brood op een of andere manier verdienden met zo'n website. Er zijn een paar voorbeelden van websites van mensen die dus echt gewoon
een volledig jaarsalaris met het bijhouden van zo'n subsite verdienen. Er zijn mensen die dat gewoon doen omdat ze het leuk vinden en een binding met de gemeente of met de regio hebben en het gevoel hebben dat ze ja, daar iets over willen vertellen. En je hebt mensen die het erbij doen en voor hen is het waarschijnlijk gewoon een leuke extra vakantie in het jaar of iets dergelijks. Maar je bent volledig vrij eigenlijk om ook je verdienmodel daaraan te koppelen. Dit is een voorbeeld, Dongen. Je ziet het al aan de advertenties, die zijn veel lokaler van aard. Alleen die bovenste advertentie die is, zeg maar, komt van bovenaf, zeg maar, vanuit die multisites. En alle andere zaken in zo'n site zijn eigenlijk gewoon echt bepaald door de franchise-nemer. Die is gewoon de baas van dit projectje. En die zorgt zelf dus ook voor de verkoop van advertenties. Ja, dat zie je ook aan het type advertenties. Dat is gewoon de bakkerij uit de hoek en mediation en weet ik veel wat. En dat zijn, daarmee is dat zijn winkeltje. Wat we hier nog wel mogelijk maken zijn een aantal extra posttypes. Dus we stellen franchise-nemers in de gelegenheid om met extra soorten content ook nog geld te verdienen. Dit is een voorbeeld van een agenda. Waarmee ze ja, een soort evenementenkalender voor what to do, what to see in de gemeente kunnen aanbieden. Er is een soort bedrijvengids, een beetje een gouden gidsidee. Deze wordt niet zo heel erg druk gebruikt, heb ik het idee. Er staan ook een beetje saaie pagina's, stiekem. En ik mis er volgens mij nog eentje. Wat hadden we nog meer? Facturen. Factures, ja, een soort facturenpagina kan samengesteld worden. Dankjewel, Peter. En die worden ook niet heel erg druk ingezet. Maar goed, ja, daar zit potentie in. Je kan daar een verdienmodelletje mee bedenken. En deze hebben we al gehad. Het derde type website is dan de wat wij de automatische piloot noemen. Dat is één keer ingesteld voor al die sites. Dus een keer een hele bak stagiaires. Die hebben zich druk gemaakt op al die subsitejes. Om gewoon te kijken van welke kranten, welke lokale suffertjes, welke gemeenten, politie. Die bieden allemaal nieuws aan. En bieden een RSS-feed aan. Of op een of andere manier, kan je dat gebruiken om door te pushen naar je website. En dat is bijvoorbeeld rotterdam.nieuws.nl. We hebben zelf nog heel even overwogen of we deze in beheer zouden nemen, maar het bleek toch wel veel werk, kregen we het idee, dus dat hebben we maar gelaten. Ja, dit loopt dus eigenlijk het nieuws wat je aan de linkerkant ziet, dat loopt gewoon automatisch binnen. Op basis van de verschillende RSS-feeds en met een eigen interval. Sommig nieuws weet je gewoon van, dat is één keer in de maand of één keer in de week. Dan heeft het helemaal geen zin om elke twee minuten die bron te gaan staan pingen om te kijken van, hey, is er al wat nieuws? Dan maak je alleen die hele setup instabiel en maakt het allemaal moeilijk. Wat we verder nog over de hele keten van websites heen hebben gegooid, dat is eigenlijk de mogelijkheid om nieuws tussen verschillende subsites te kunnen delen, kunnen pushen. Dus is er iets gebeurd in Eindhoven en nou ja, de lokale redacteur weet daar iets over te vertellen, dan kan hij dat als concept eigenlijk aangeven bij het landelijk nieuws van hey, ik heb iets, volgens mij is er hier nog niet over geschreven, volgens mij is dit tof voor jullie. En hij vinkt eigenlijk aan de rechterkant aan, of dit is eigenlijk van boven naar beneden, dus dit is het landelijk nieuws wat naar beneden geduwd wordt. Als suggestie wordt Eindhoven aangegeven en het komt daar gewoon binnen bij hun artikelen. Werkt ook weer met feeds. Er zijn een paar plugins die hiervoor bedoeld zijn, maar die bleken uiteindelijk niet bestand tegen de omvang van dit project. Dus dit is iets wat we zelf hebben gemaakt en dat draait eigenlijk op feeds die aan worden geboden bij verschillende sites. Een ander dingetje, de focus van nieuws.nl is heel erg dat lokale nieuws. Wat we in de header doen is, we halen eigenlijk al op basis van je IP-adres, halen we je locatie boven water. En die gooien we er ook gelijk in. We gaan ervan uit, in dit geval, jij zit in Beverwijk, dus we gaan jou nu ook naast dat landelijk nieuws, nieuws uit Beverwijk tonen. Het elementje valt wel op, zeg maar. Dus zit je niet in Beverwijk, dan heb je al gauw zoiets van, dat pas ik aan. Hè? We zitten in Utrecht, ik zou hier nu gelijk Utrecht van maken. En razendsnel wordt nieuws op die pagina ververst. Dit is een voorbeeldje hoe je hem zeg maar, autocomplete kan aanpassen. Dit is een element wat op de homepagina zit. Die eigenlijk op elke voorpagina heb je gewoon een blok zitten. Kan je ook dichtklappen als je er helemaal geen boodschap aan hebt. En dat toont nieuws, dat komt binnen met een JSON-feed, dus dat is razendsnel, zonder de pagina te verversen, wordt het lokale nieuws erin gegooid. Nou, de contentmigratie, ik moet een beetje op de tijd letten, zie ik.
Contentmigratie was echt een ding. Wat ik al zei, de website was er al sinds 2002. Dat zijn honderdduizenden artikelen waarvan je kan afvragen hoe relevant ze zijn en of je ze wel allemaal mee wil nemen. We hebben uiteindelijk een knip gemaakt uit mijn hoofd bij 2013. Dus alles van 2013 en nieuwer hebben we meegenomen. En alles wat redactioneel gemaakt was, dus gewoon echt met de hand geschreven was door iemand, dat is meegenomen. En volgens mij hadden we het over op dat moment 150.000 artikelen en ruim 70 gigabyte aan afbeeldingen. En dat hele migratiescript wat liep, dat heeft 4,5 dag gelopen ongeveer. En dat had onder andere te maken met de manier waarop het was opgezet in de oude website. We konden het eigenlijk alleen maar binnenhalen en in een tweede slag die data eigenlijk schoonmaken. Er zaten dubbele koppen in, er zat social media in die op een compleet andere manier was opgeslagen dan wij dat graag in WordPress wilden zien. En dat zijn dus die artikelverrijkingen noemen we dat, 150.000 artikelen, 70 gigabyte afbeeldingen en dat kregen we dus zo binnen. Dit is gewoon een voorbeeldje van een mappenstructuur met ja, bestandjes. Ja, vertel maar, wat is het? Dus dat moest eigenlijk per bestandje moesten we eigenlijk de database raadplegen. Wat is de MIME type? Is het de JPEG of een GIFje of iets anders? En wat gaan we ermee doen? Is dat wel belangrijk? Is dat onze featured image? Of kunnen we het eigenlijk wel even skippen voor nu? Dit is een voorbeeldje van hoe dat eruit ziet. In één maand hadden we 800 van dit soort directories. Dus met één maand nieuws heb je 800 directories. Met daarin 2800 van dit soort bestandjes. Dus je kan je ongeveer voorstellen dat zo'n script, hoe je het ook automatiseert, die heeft het er zwaar mee. Die server stond gewoon echt te ronken. Maar het is gelukt en dat is dan wel weer cool. Het hostingverhaal. Die bende moet ook gewoon in de lucht blijven. We hebben onwijs veel data. We hebben een site die echt flink wordt bezocht. En je hebt het echt over miljoenen pageviews. Van hoe gaan we dat opzetten? Nou, dat doen we dan weer niet zelf. We kunnen heel veel WordPress, maar hosting is echt een vak apart. Werken we heel graag samen met Bernard van QuadZero. En die heeft mij ook dit plaatje even laten zien. Wat je rechts onderin dat wolkje ziet, DigitalOcean, dat is eigenlijk waar de hele serveropstelling staat. Plaatjes, dus die 70 gig, wat inmiddels waarschijnlijk verdubbeld is, dat gooien we allemaal naar Amazon. Amazon S3 is dat. En daar alles zit eigenlijk achter een laag Cloudflare. Een Cloudflare is een dienst die aan de ene kant kan je dat als een CDN zien. Aan de andere kant doet hij een heel stuk filtering en beschermt hij je tegen DDoS en gewoon malefiede verkeer, zeg maar. Dus Cloudflare zorgt er eigenlijk voor dat het verkeer wat de site ook echt raakt en benadert, echte mensen zijn, zeg maar. En als we dan inzoomen op dat stukje van rechts onderin, DigitalOcean, dan is dit, zeg maar, de setup. Dit is echt, zeg maar, de werkende machine, zeg maar, waar de WordPress-installatie op staat. Op het moment dat iemand inlogt, ga je naar een aparte machine, rechtsbovenin, de redactie WordPress-bak. Er is één database server, die zie je in het midden bovenin. En nou ja, dat is eigenlijk waar de redactie mee te maken heeft. Daar werken ze op, daar worden dingen klaargezet. En dat geldt dus ook voor al die franchise-nemers, die sturen allemaal naar die ene bak toe. En die drie machines daaronder, die doen eigenlijk het werk. Het genereren van de pagina's en de site zoals jij en ik hem op het scherm krijgen. Dat alles wordt door die Nginx proxy heen getrokken met een HTML cache. En op dat moment naar de voorkant geduwd en geserveerd. Dit betekent dat wij geen enkele caching plugin meer in WordPress hebben. In verschillende talks hoor je natuurlijk dat cache is heel belangrijk. En er zijn weet ik hoeveel plugins die je daarbij kunnen helpen. In dit geval, in ons geval, bleek dat elkaar alleen maar in de weg te zitten. Dus alle caching, het gezond houden en snel houden van die hele installatie doen we gewoon op serverniveau. En daar, ja, WordPress doet gewoon zijn dingetje en daar laten we het eigenlijk bij. Ik heb nog een paar minuutjes aan. Er waren ook fails, er zijn ook echt wel dingen fout gegaan. En die zijn denk ik ook wel leuk om eventjes te vertellen. In de hele aanloop, die 4 maanden, 3,5 maand bezig waren met dit project, hebben we altijd gesproken over een opstelling die over HTTPS zou lopen. Dus een beveiligde verbinding, SSL-certificaat. En volgens mij was het een week of een paar dagen eigenlijk voor livegang. Kregen we het doodleuk te horen van de leverancier van de landelijke advertenties. Ain't gonna happen. We kunnen niet garanderen dat alle advertenties die wij serveren via ons netwerk over HTTPS lopen.
En dat betekent dat als er hoeft er maar eentje binnen te komen die niet over een HTTPS binnenkomt. En dan breekt dat slotje wat bovenin je site staat. Mensen krijgen waarschuwingen, dat hangt een beetje van de browser af. Maar mensen krijgen gewoon het gevoel van, hey, er is iets met die site, ik peer hem, ik ben weg. Dus dat, volgens mij is het in een halve dag of een dag hebben die eigenlijk die hele hostingopstelling die gericht was op HTTPS, een snelle website met HTTPS en Speedy en allerlei mooie technieken, hebben we helemaal om moeten bouwen. Dan zeg ik we, en dat klinkt heel cool, maar dat is eigenlijk gewoon Bernard geweest. Waarbij de 5 man zo met een mees stond te kijken, zo, en is het al klaar. Maar goed, het is allemaal gelukt. En props, Bernard. Een ander dingetje waar we echt wel zwaar tegenaan liepen, er waren advertenties serveren vanuit WordPress. We wilden die franchise-nemers natuurlijk een tool bieden om zelf hun centjes te verdienen, advertenties te plaatsen en hoe lang moeten ze draaien, hoeveel impressies mogen ze hebben. Wij hebben meten wat de kwaliteit van advertenties is. Daar hebben we een plugin ingezet die heet Advertate Pro. En ik denk dat die ook best wel kan werken, zeg maar niet met te veel bezoek. Dat ding is continu natuurlijk terug naar die database aan het voeren. Hoeveel impressies er zijn geweest en hoe leuk mensen die advertenties vinden. Of erop wordt geklikt, dat soort zaken allemaal. En dat was duidelijk. De plugin was ook te moeilijk eigenlijk om aan franchise-nemers uit te leggen van hoe daarmee om te gaan. Er zaten gewoon te veel opties eigenlijk in. Wat we hebben gedaan is gewoon met één posttype en een taxonomietje hebben we eigenlijk een eigen advertentiemodule gebouwd, plugin gebouwd. En dit is een voorbeeldje van Dongen. Je ziet gewoon de titeltjes van de advertenties staan. Er zijn een x-aantal verschijningsformaten. Dat zegt ook iets over de plek waarop ze de site tonen. Het enige wat ze hoeven doen is een featured image aanwijzen en URL meegeven. En eigenlijk waar wil je hem tonen? Welk formaat heeft hij? Meer is het niet. De tracking ervan doen we met Google Analytics. Dus in Analytics zien we de impressies en de kliks. Waarmee dus eigenlijk die hele load van die server af is. Want hij is eigenlijk alleen maar artikeltjes aan het tonen, zoals een willekeurig nieuwsartikeltje. Een ander ding, ik noemde net die caching al eventjes. Dat was wel een bitch. Dat was echt wel, daar zijn we echt wel aardig mee bezig geweest om dat goed te krijgen in de eerste weken. En dat is, we pretenderen helemaal niet dat het vanaf dag 1 altijd helemaal solid is en alles helemaal goed draait. Uiteindelijk is het gewoon een werkend product en moet je eraan tweaken. Maar we zijn wel even bezig geweest om die caching gewoon goed te krijgen. Het moest snel zijn. Het is een nieuws site, dus ja, wordt daar iets geplaatst, dan moet het ook gewoon binnen een minuut kunnen tonen. En dan wil je ook niet dat je een ingelogde staat van iemand in Eindhoven en een keer bovenin die bar ziet staan. Dat staat Hallo Henk, terwijl je gewoon als willekeurige bezoeker die site bezoekt. Dat is wel gebeurd, daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Maar goed, dat is eigenlijk in hoofdlijnen eventjes wat zo'n platform is en waar we aan hebben gewerkt. 18 december, volgens mij, uurtje of 4:30. Ik weet eigenlijk niet precies, maar iedereen was een klein beetje slaapdronken. Konden we eindelijk proosten op een website die live ging. En daarmee hadden wij dus ruim die deadline gehaald voor de kerstdagen. En hebben we een relatief rustige tijd gehad, zeg maar, met alleen kleine hiccupjes, maar niet met een heel team wat nog na het kerstdiner aan moest schuiven. Dus dat was eigenlijk in een notendop, volgens mij heb ik het ook nog in die 24 minuutjes gedaan, in een notendop nieuws.nl met shitload bezoek. Vragen? We hebben tijd voor twee hele korte vragen en twee hele korte antwoorden. Oké. Welke ben je toe? Goed verhaal, dankjewel. Wij zijn ook bezig met een project van 393 gemeenten zijn het inmiddels. En we zijn heel erg geïnteresseerd in wat voor commerciële mogelijkheden je nou zeg maar die franchise-nemers nog verder biedt naast die advertenties. Korte antwoord. Het lange antwoord kan je dadelijk op de gang wel krijgen. Korte antwoord is eigenlijk dus die verschillende posttypes. Dus verschillende. Ze kunnen ook ervoor kiezen om een artikel betaald te maken. Ik bedoel, een nieuwskanaal verwacht je niet van dat daar gesponsorde content doorheen loopt. Of dat wil je liever niet zien. Je wil onafhankelijk nieuws. Voor die franchise-nemers, die mogen in principe een artikel betaald maken of iemand dat laten sponsoren. En daarbij dus die bedrijvengids, vacatures en evenementenagenda. Dat zijn eigenlijk naast alle display-advertising de mogelijkheden die we erin hebben zitten. Maar ik bedoel, er zijn nog 100 andere manieren te bedenken, denk ik.
En wij werken hier wekelijks één dag dedicated voor dit project. Dus dan is Peter aan het knallen. En het zou zomaar kunnen dat er volgende week of over een paar weken de vraag komt van hey, kunnen we dit verdienmodel mogelijk maken? En dan zullen we dat beoordelen. En dan komt het in een lijst met allemaal andere wensen en ideeën te staan. Zeg maar. Nog één vraag? Ja, waarschijnlijk is het lastig om hier een kort antwoord op te geven, maar ik ben benieuwd hoe jullie deployment doen, zeg maar, van zo'n groot project als dit. Git, ja. Git deployment. En ik zou even met Peter en Bernard praten, als je daar meer over wil weten. Die zitten dezelfde rij en die steekt zijn hand op met die rode baard. Die kan precies vertellen hoe ze daar dagelijks mee bezig zijn. Eentje nog, wacht voor jou, maar nog één vraag. Van mij mag het. Oké. Ja, dankjewel, mooie Kees. Ik vroeg me af, wat gebeurt er als we een nieuwe franchise-nemer erbij hebben? Zo'n subdomein erbij gaat brengen. Hoe is dat opgezet? Nou, de subdomeinen zijn er al, hè? Dus alle gemeentes, die 408 of inmiddels hebben we er 412, omdat er wat thema-sites bij zijn gekomen, die zijn er al. We zijn gewoon begonnen met een soort lege huls met 400 sites, met ruim 400 sites. En er loopt dus ook al nieuws in, alleen een ander thema draait daar. Dus het is eigenlijk alleen maar een thema-switch, er worden nieuwe mogelijkheden geboden. En iemand moet even ingewerkt worden van, hey, ja, zo werkt WordPress. Maar zo makkelijk is het eigenlijk. Gewoon in een uurtje heb je eigenlijk een geaggregeerde website omgezet naar een franchise-nemer. En kunnen ze ermee aan de slag. Een child team, hè? Het is een child team, ja. Ja, dus we switchen gewoon thema's, zeg maar. Het is een optie. Ja. Okay. Ik ga level op nieuwsbrief stellen. Dankjewel.